prima zijn. Na 4 jaar wethouderschap komt er een einde aan het wethouderschap van Guido Schoolmeesters en Wim Jaspers. Die staan hier voor het gemeentehuis. Guido, is jouw laatste dag vandaag? Ja, echt het allerlaatste moment. Helaas, ik had graag nog wat doorgewerkt voor mijn centen. Maar ja, het hoeft niet meer. Ik mag thuis gaan zitten. Dat was geen vrijwillig afscheid? Hè? Nee, dat was zeker geen vrijwillig afscheid. En ook totaal niet verwacht voor de verkiezingen. We hadden een hele goede verkiezingsuitslag gemaakt. 300 stemmen meer als de vorige keer. En dan verwacht je niet dat je als tweede grootste partij in één keer buitenspel wordt gezet. Maar je had gedacht dat je nog een jaar of 8 nog kon wethouders zijn? Nou, wat mij betreft had het tot aan mijn pensioen mogen duren. Wat dat betreft ben ik daar steeds voor beschikbaar geweest. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Dus wat wil je nog meer? Hoe voelt zo'n dag dan? Zo'n laatste dag? Ja, heel erg triest en vervelend. En de grootste vraag is gewoon van waarom is dit gebeurd? Hè? Van je kunt het geen plek geven. Ook de partijen die nu de coalitie vormen, die geven niet aan van waarom wij buitenspel zijn gezet. Ja, sterker nog. Meneer Hansen die geeft bij elk interview ongeveer aan hoe geweldig ik het wel niet gedaan heb de afgelopen periode. Dus dat klopt niet helemaal, dat verhaal. Ze hebben wel flink wat onvrede. Ja, flink wat onvrede en ook een stukje... Je bent gewoon kwaad, zeg maar. Ja, ik ben kwaad en een stukje ongeloof. En ja, het is gewoon niet terecht als je ziet wat wij de afgelopen periode gepresteerd hebben. Ik zit nu 20 jaar in de politiek. Dan zie je gewoon dat de afgelopen 4 jaar de meest productieve periode is geweest van die hele 20 jaar. En dan denk ik bij mezelf van, en daar heb ik toch ook een behoorlijk steentje naar mij mogen dragen met 3 IDOP's, een hele gezonde positie van financiële positie van de gemeente Someren. En ja, dan denk je van, waarom word je dan opzij gezet? Wat is daar de reden van? En waarom is in één keer meneer Van der Moorsdijk zo'n geweldige wethouderskandidaat? Wat zou Wim Jaspers mag ik zeggen? Ook voor u geldt Wim geen vrijwillig afscheid. Nee, dat klopt. Wij zijn ook voor een reden die ons ook nooit bekendgemaakt is, zijn we ook aan de kant geschoven. Dus ik denk ook, zoals Guido zojuist ook al aangaf, ja, we hebben heel veel geprotesteerd de afgelopen 4 jaar. En dat hebben we gezamenlijk gedaan. En dat hebben we ook de 16 jaar dat ik in de politiek zit, hebben we er ook samen aan gewerkt. Je hebt vanaf burgercommissielid naar wethouder, dus je hebt je eigen helemaal opgewerkt. En je doet niks alleen, je doet het samen. En volgens mij hebben we echt heel veel samen goeds gedaan voor Someren. Ja, en dan kan men geen reden verzinnen om ons beiden aan de kant te zetten. En ik kan hem ook niet vinden, ik kan hem niet verklaren. Tuurlijk, je hebt wel eens meer verschillen over onderdelen. Maar die zijn niet van die aard dat we denken van, ja, wij kunnen niet samen door de beugel. Ja, ik heb na de verkiezing gezegd. Maar dat heeft ook met de procedure te maken, zoals de onderhandelingen gevoerd zijn van ik wil niet meer met Willy Hansen samenwerken. Daar blijf ik bij, dat zal ik ook niet meer gaan doen. Voor mij is dat vertrouwen, dat is in ieder geval weg. Maar ja, dat heeft hij meer zelf in de kaart gespeeld dan denk ik dan wij eraan gevallen zijn. Welke geloofwaardige of welke verklaring, desalniettemin op welke site zetten, ik vind die allemaal bezijden de waarheid en die vertellen ook niet alles. Maar nooit niks gevoeld, want zo onverwachts kan zoiets toch niet komen? Nee, ja, je voelt iets. Ik voel al iets van begin januari, voel ik al iets. Toen heb ik al merkte ik aan het gedrag van sommigen van daar gaan andere dingen spelen. En men zoekt andere mensen en andere partijen bij de coalitie. En dat is dan al ver voor de verkiezingen. En ik denk dat er al ver voor de verkiezingen afspraken gemaakt zijn met lijst 6 VVD. Ja, ik kan het niet staven. Men zal het nooit toegeven, denk ik. Maar ik verwacht wel dat daar toezeggingen in gedaan zijn. En dat zal dan ook verklaren waarom deze switch op dit moment gemaakt wordt. Maar ja, de eerlijkheid die zal misschien in de komende 4 jaar naar boven komen. Ik hoop het wel. Eerlijkheid duurt toch het langst. Guido Schoolmeesters, 4 jaar wethouder geweest. Waar ben je nou het meest trots op de afgelopen 4 jaar? Nou, het meest trots op de onderdelen van mijn portefeuille waar ik iets heb kunnen betekenen. Hè. We hebben een drietal IDOP's tot een heel goed eind gebracht. We hebben geweldige gemeenschapshuizen staan, niet alleen in de kerkdorpen, maar ook in Someren. Someren zelfs een nieuw gemeenschapshuis wat ik onlangs nog heb mogen openen. De ruchten hebben we verbouwd. Er is een stuk aangebouwd voor de opslag van MSL. MSL is in de ruchten terechtgekomen. We hebben de weiers verbouwd gehad. Er is in ieder geval toegankelijk gemaakt. Een toksluis in gemaakt. De trekkers eruit gehaald door dubbele beglazing te plaatsen in het gebouw.
Maar goed, dat blijkt nu niet genoeg te zijn, dus er moet nog het een en ander gebeuren, denk ik. Er moet nog veel gebeuren, heb ik zo hier naar gelezen. Ja, goed, maar... Kijk, daarop kwam er allemaal heel goed uit. Maar ook zomer is er niet slecht van afgekomen. Hè. We hebben een mooie poststraat gekregen, de rondweg is compleet gemaakt. En ja, de gemeenschapshuis waar ik zojuist al over heb gehad. Er zijn twee kunstgras sportvelden aangelegd bij... SV Zomeren, ook in Zomereind en in Lierop is een groot wedstrijdveld aangelegd. Zomerenheide heeft ervoor gekozen om een combinatieveldje aan te leggen samen met de korfbalvereniging. Dus ja, ik denk toch al met al dat je toch een hele productieve periode hebt gehad. We hebben daarnaast ook de gemeente Zomer nog bijzonder gezond kunnen houden. Financieel zit het allemaal heel goed in elkaar. Dat geeft meneer Hans ook telkens aan dat het financieel heel erg goed zit. Nou, daar schrijf ik dan ook maar bij op mijn konto. En op uw voorgangers. Zomereind heeft goed werk verricht. Ja, mijn voorgangers daarin die hebben, ja, ik denk Zomer eigenlijk in de 60e jaren uit de slop gehaald. Hè. Toen waren we een gemeente die onder toezicht stond van de provincie, omdat het financieel allemaal niet in orde was. Frans Meulendijks heeft daar een hele mooie bijdrage aan geleverd, maar ook Hans Toners en Hans van der Velden. Met al Wim Jaspers, hoe kijkt u terug op de afgelopen 4 jaar? Wat zijn uw, zeg maar, uw mooiste momenten? Nou, ik kijk er in ieder geval met een heel blij gevoel op terug. Ik heb 4 jaar wethouderschap echt ervaren als een hobby waarvan je je beroep hebt kunnen maken. En als belangrijkste speerpunt is toch, er is geen één wethouder in de geschiedenis van Zomeren die 3 bestemmingsplannen op het buitengebied in deze periode gerealiseerd heeft. Daar hebben we het allemaal mooi klaargemaakt. Tot, ook een bestemmingsplan waar we ook de Zomers gemeenschap met vooruit kan. Onze nek uitgestoken. Ik noem de plattelandswoningen. Dan zijn we de eerste in Nederland die een plattelandswoning in bestemmingsplan opgenomen heeft. En ook goedgekeurd door de Raad van State. Dus ja, dat zijn toch wel pilots die je op je konto kan schrijven. En dan denk ik ook, we hebben een start gemaakt met het afkoppelen van het vuil waterriool, het schoon water. Dat hebben we in de Laan ter Rode zijn we begonnen, in de Tuinstraat. Dus ja, we hebben daar ook op milieugebied een slag gemaakt. En denk ik toch ook de verenigingen. Het was toch een van de speerpunten. De verenigingen meer betrekken bij allerhande zaken. Dat hebben we ook gedaan. Kader van Milieu, met oud papier hebben we dus de vereniging echt de mogelijkheid gegeven om daar een centje voor hun kas eigenlijk te spekken door mee het ophalen van het oud papier. En wat nu ook een succes is. Geel Schoolmeesters, vanaf morgen bent u geen wethouder meer, maar u blijft gewoon de politiek trouw. Ja, ik blijf gewoon in de politiek. Ik ga in de raad zitten. De kiezer heeft me gekozen, heeft me ook heel veel stemmen gegeven. Dus ik vind dat ik die kiezer niet teleur kan stellen en dat ik gewoon in de raad moet gaan zitten. Ja, heeft al kans op een baan of u moet nog gaan zoeken? Ik moet er gaan zoeken. Ik heb er eerlijk gezegd helemaal niet bij stilgestaan dat dit zou kunnen gebeuren. Hoe oud bent u? Ik ben 51, dus ik mag nog 15, 16 jaar. Dus nee, wat dat betreft heb ik nog een hele toekomst voor me liggen. Een werkzame toekomst. Dus ja, ik moet iets gaan zoeken. En ja, goed, misschien ga ik wel weer opnieuw studeren. En kijken of dat ik dan een andere baan kan vinden in een andere richting of iets dergelijks. Ik moet me opnieuw gaan oriënteren. Ik heb er nog niet bij stilgestaan. Je kunt over 4 jaar gewoon terugkomen als wethouder. Als je geluk hebt en mee mag doen. Ja, volgens de heer Hansen wel. Als ik heel goed oppas en mijn mond dicht hou, dan mag ik misschien over 4 jaar weer terugkomen. Maar ik denk niet dat hij je mond gaat dichthouden de komende 4 jaar. Nee, dat kan ik hem niet beloven inderdaad, dat ik mijn mond ga dichthouden. Nee, maar goed, je probeert op een goede en constructieve manier dadelijk oppositie te gaan voeren. In het begin zal dat nog wel met de nodige vrevel zijn, maar ook dat zal gedurende de tijd wel enigszins slijten. Maar we gaan gewoon proberen dit college... zo snel mogelijk met argumenten duidelijk te maken dat ze eigenlijk daar niet hadden moeten zitten. Ik wens jullie allebei heel veel succes de komende jaren en de toekomst. Dank je wel. Allee, bedankt.